De algemeen directeur en de medisch directeur van het psychiatrisch centrum hebben vandaag het dossier van vakbondsleider Louis Doedel overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan. We sabi dat Louis Doedel bestond ongeveer 40 jaar na in het psychiatrisch centrum. Abe kisi astra fudisi voor de toenmalige gouverneur Sambedena in Sernang, gouverneur Kilstra. Ik moet zeggen, het is vrij toevallig geweest hoor, dat ik het dossier heb aangetroffen in mijn werkkamer. Het bleek dus wel al daar te zijn. En er is ook een hele geschiedenis hoe het eigenlijk is gevonden. Het is eigenlijk ook toevallig gevonden tijdens het opruimen van medische dossiers. En toen bleek dat het inderdaad het stuk van die bloeder is waar men al jarenlang op aan het zoeken is en wachten is. Toevallig, een maand, anderhalf maand geleden moest ik een stuk zoeken in mijn boekenkast. En ik kwam dus een enveloppe tegen met een D erop, die niets te maken had met de andere stukken die erin waren. En ik haalde de secretaresse erbij. En wat bleek? Het dossier van Louis Doedel die verloren is gemaakt. Ik schrok er zelf ook even van. En toen heb ik meteen Rudy Dwarkasien erbij gehaald, de MD. Ik heb gezegd, luister, check dat ding even goed als het inderdaad het dossier is van Louis Doedel. Er is een brief van de toenmalige directeur van Volksgezondheid, dokter Marcel Tjong-Yo-Chong, waarin hij vraagt naar het dossier, ik meen dat het van de jaren 80 was, hoor, 83 of zo, omdat hij een onderzoek wilde plegen. Dus ik meen dat dit een kopie is van het authentiek dossier. En dan ga ik ervan uit dat het authentiek dossier hier moet liggen. Maar u begrijpt, het is iets van de jaren 83. Ik meen dat die brief van 1983 gedateerd is. Maar in aanval hebben we hier alle informatie met betrekking tot de opname tot de laatste dag van de heer Louis Doedel. En we hebben gemeend met dit die verantwoordelijkheid, omdat het een vrij gevoelig dossier is. En het heeft veel, het betekent heel veel voor de geschiedschrijving, dat we die verantwoordelijkheid overdragen aan het ministerie, zodat dit nooit meer verloren kan gaan en dat het blijft bestaan voor het nageslacht. Ik absoluut toch dat het de goede liefde zal vinden waar de inhoud van het dossier ergens bestemd mag zijn. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit kwam ook voor mij toen ik de brief zag als een, in elk geval, een verrassing. Maar ik vind het wel een, belangrijk dat wij dus gelukkig dit gevonden hebben. Want het is sowieso belangrijk in, we weten onder welke, uit de geschiedenis, onder welke, of we weten misschien niet onder welke omstandigheden toen bepaalde besluiten zijn genomen. Waarom meneer Louis Doedel, die sowieso als grondlegger van de vakbond in Suriname getypeerd kan worden, onder welke omstandigheden en waarom hij toen op jonge leeftijd door de gouverneur toenmalig, Kilstra, gestuurd is naar Wolfenbüttel ter observatie. En die observatie heeft 43 jaar geduurd. En dat is wel, denk ik, de psychiater is hier. Dit is wel interessant om te weten, sowieso zeker ook voor zijn nageslacht en de familie en nabestaanden. Is dit een terechte of onterechte keus geweest, besluit geweest? Ik zal mij zeker als minister van Volksgezondheid ontfermen over de archieven. Ik zal het in overleg met zeker de deskundigen vragen en kijken hoe wij hieraan dit nader kunnen bekijken. Maar wat belangrijk is dat het wel goed geconserveerd en bewaard moet worden. Er is gesproken over eerherstel. Zal dit moment ertoe leiden dat het psychiatrisch centrum vernoemd kan worden naar Louis Doedel Psychiatrisch Centrum, want dat is ooit eens ook gezegd? U loopt een beetje vooruit op een paar inderdaad interessante ontwikkelingen die misschien nog zouden kunnen komen. Maar dat laat ik, dat is moeilijk om dat nu even vast te stellen. We zullen het onderzoek even verder laten gaan. En als de noodzaak daartoe is en de roep daartoe is, en het wordt ook gedeeld natuurlijk door het hele ministerie, dan zal dat een feit worden. Ja, minister, heeft u een aanvulling hierop? Nee, uiteraard. Het is iemand die daar inderdaad 43 jaar is geweest. Het is een indrukwekkend verhaal.
in eerste opzicht. Maar ik wil dat, daarover kan ik helaas nu nog geen uitspraak doen. Ik wil, wat ik al zei, het traject, laten we het traject uitstippelen met de deskundigen. Laten we kijken wat het uiteindelijk met zich meebrengt. En uiteraard zullen we ons ook, committeren en zullen we zien wat de publieke discussie wordt, de meningen zijn van de mensen. En laten we niet zomaar uitspraken doen nu, maar laten we even de tijd even afwachten. Ik sta er wel open voor. Ik bedoel, als het daarmee een enige waardering gegeven kan worden, tenminste aan het gebeuren, dat we daar wel ons sterk voor kunnen maken, uiteraard. Minister, in hoeverre wat is nu de volgende stap? Want u gaat het bestuderen met deskundigen. Wanneer zou bijvoorbeeld de familie inzage kunnen zien? Dus daar gaan we ons ook laten informeren. Dus laten wij eerst zeker de deskundigen op het gebied van de historie en de medische zijde van het verhaal ook uitzetten. Ik kan er nu even nog geen tijdslimiet aan verbinden. We willen één conserveren, belangrijk digitaliseren denk ik ook, zodat we dan altijd dit wel hebben ter beschikking. En uiteraard zal in de hele consultatieronde en onderzoek de familie ook gevraagd worden om ook een bijdrage te leveren aan het onderzoek. Directeur, hoe is het mogelijk dat een dossier waar al vanaf de jaren 80 of eigenlijk daarna nagezocht wordt, ook door de familie, door allerlei mensen. Recentelijk de heer Makdoenwax heeft 4 jaar lang onderzoek gedaan. Hoe is het mogelijk dat het dan nu plotseling wel gevonden is? Want ik had ook begrepen dat het gestolen was, dat werd ook gezegd. De hele geschiedenis van het dossier ken ik eerlijk gezegd niet. Ik weet niet, als men ooit eerder heeft aangeklopt bij het ministerie van Volksgezondheid of bij de toenmalige Wolfenbüttel, tegenwoordig psychiatrisch centrum. Ik weet niet als men daar ooit heeft aangeklopt. Als we eerder bij mij waren geweest, dan had ik natuurlijk ook wel een antwoord klaar daarvoor toen ik het dan eenmaal gevonden had. Maar ik denk dat men ook misschien heel erg voorzichtig is geweest met zo'n historisch, bijna onschatbare waarde document bij ons. Het is ook heel goed bewaard gebleven. Je weet, het psychiatrisch centrum als ziekenhuis heeft natuurlijk ook haar verantwoordelijkheid en plicht om het medisch dossier jarenlang te kunnen bewaren. En dat je dat niet zomaar uit handen mag geven natuurlijk, ook niet zomaar mag gaan delen. Ik denk dat dat misschien ook wel een rol heeft gespeeld. Maar ook bij alle verhuizingen en aanpassingen van PCS in het beginjaren, ik denk dat de heer Dwarkasing daar iets meer over weet. Want het dossier was toen echt zoek geraakt en toevallig gevonden door degenen die daar bezig waren op te ruimen. En toen is het bewaard gebleven bij ons. Ik ben bijna 2,5 jaar directeur. En de vorige directeur, de heer Matura, die had hem ook al in de werkkamer. U heeft het dossier gelezen, meneer Raj Jatanan Singh. Kunt u misschien aangeven met welke ziektebeeld hij was opgenomen? Dus u gaat ervan uit dat ik het heb gelezen. Nu ben ik van huis uit psycholoog en ik weet natuurlijk ook wel het een en ander af van een rapport. Maar toen ik het vond, waren we ook behoorlijk geschrokken dat het al die tijd gewoon op armlengte in mijn kamer was. En misschien dat dokter Dwarkasing een beter antwoord kan geven op deze vraag. Want uiteindelijk was hij de eerste persoon die ik heb geraadpleegd, zonder dat iemand er wat van af wist. Dat ik hem zei van, Jereno, dit ding is hier. Hij had er ook over gehoord, maar ook nooit eerder gezien. Ik zeg, weet je wat? Begin te kijken als dat inderdaad het stuk is waar men jarenlang op zoek naar is. Als we dat hebben vastgesteld, dat het inderdaad het kopie of het volledige kopie van het dossier van Louis Doedel is, dan gaan we andere maatregelen beginnen te treffen nu, zoals bijvoorbeeld nu is beland. Alleen een psychiater kan vaststellen als iemand geestelijk gestoord is. 1. Kunt u dat wel terugvinden in het dossier? Ik zal vandaag een uitspraak doen over de vorm van het dossier. Niet over de inhoudelijke kant van de zaak, want dat hebben we inmiddels overgedragen aan het ministerie. Maar voor zover ik dat heb kunnen beoordelen als psychiater, gaat het inderdaad om het dossier van meneer Louis Doedel.
En de opbouw is heel erg chronologisch, van dag 1 opname tot ze overleden staan er nog wat aantekeningen. Maar inhoudelijk is het niet aan mij op dit moment om iets daarover te zeggen. Dat laat ik aan de beleidsmakers over. Chronologisch, dus vanaf dag 1 tot zijn overlijden is regelmatig basis gedocumenteerd? Ja, ja. Precies, er zijn regels vanuit het Openbaar Ministerie, conform de Krankzinnigenwet van 1912, hoe je moet rapporteren. En de rapportages zijn er compleet. Ja, we gaan praten met de achternichtje van de heer Louis Toedel. Wat vindt u van dit moment? Heel emotioneel. Ik ben zelf al 24 jaar op zoek naar dit dossier. En recentelijk begreep ik dat het gestolen was. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat blijkt al die tijd in LPI te zijn geweest. Onderzoekers zijn bezig geweest, de familie, documentairemakers, om dit dossier te zoeken. Dus het is voor mij een heel onwerkelijk moment. Ik was gisteravond op Braamspunt schildpadden kijken en toen kreeg ik een bericht van de heer Yatnanand Singh. En ja, we zijn gewoon met spoed vanmorgen heel vroeg in 20 minuten tijd hier naartoe gevaren om dit moment mee te maken. Dus het is, ja, het is onwerkelijk en ik hoop echt dat wij als familie ook zo snel mogelijk, natuurlijk met de deskundigen, toegang krijgen tot dit dossier. Wat wij echt al zo lang zoeken. Want hier staat het bewijs in. Dus waarom Louis Doelder zo lang heeft vastgezeten. En was hij werkelijk inderdaad psychisch gestoord? Is hij later gek geworden? Zoals de psychiater ook zegt. Je kunt ook, als je lang tussen mensen bent, of nou ja, medicatie, wat dan ook, elektroshocken. We weten niet wat er in de koloniale tijd allemaal hem is toegediend. Dus ja, een heel emotioneel en historisch moment, absoluut. Ja, u zegt, ik ben achternichtje. Wat is de familierelatie? Mijn moeder is eigenlijk, laat ik het zo zeggen, mijn opa en Louis Doedel zijn neven. Dus de familie is Doedel. Dus in die zin, Louis Doedel had zelf, voor zover wij weten, geen kinderen. Maar dus wel familie. En daar ben ik dus een nazaat van. Ja, dit moment komt ook op het moment dat de Nederlandse Tweede Kamer heeft gevraagd om ook documenten of archieven vrij te geven van de jaren 80. Kunt u dit in relatie brengen? Absoluut. Ik denk dat het een tijdsgeest is dat er nu eindelijk dingen naar boven komen. De slavernij, maar ook de koloniale periode, waar de jaren 30, waarin Louis Doedel is opgepakt, natuurlijk heel belangrijk was. Die nadagen eigenlijk van het kolonialisme. Heel veel is verdoezeld. Documenten zijn verborgen. En er begint nu een bewustwording te ontstaan van we moeten de geschiedenis kennen, het moet naar buiten, we kunnen dat niet allemaal verstoppen meer. Dus in dat kader ben ik ook heel blij dat Anton de Kom eindelijk in Nederland eerherstel krijgt. En ik heb daardoor daar ook in Nederland ervoor gepleit dat nu ook Louis Doedel eerherstel krijgt. Iemand die zich hier altijd hard voor gemaakt heeft is de vorig jaar overleden oud-parlementsvoorzitter Emiel Wijntuin, die ook tot aan de Tweede Kamer gepleit heeft voor het eerherstel van Louis Doedel. Ik vind het heel jammer dat hij dit moment ook niet heeft mee kunnen maken, want hij is ook al heel lang op zoek geweest naar het dossier. Dus ik hoop dat alles er nu toe bijdraagt dat het dossier ligt hier, dat het open gaat, dat wij het kunnen inzien, dat de hele Surinaamse samenleving, jonge mensen dit ook kunnen zien voor de geschiedschrijving. En dat Nederland dus ook ter verantwoording wordt geroepen, omdat dit is gebeurd tijdens het koloniale regime. Nu is er een directeur, Yatnanand Singh. In de tijd dat Doedel werd opgesloten, was de directeur van Wolfenbüttel, zoals het toen nog heette, was een Nederlander die samenwerkte met de PG, met Gouverneur Kulsje. Dat was één, ja, dat waren allemaal koloniale machten, om maar even zo te zeggen. Dus het is onder verantwoordelijkheid van Nederland gebeurd. Dus die hebben ook, wat mij betreft, echt een verantwoordelijkheid om nu eerherstel te geven. Maar eerst moet dit dossier dus inderdaad in de openbaarheid. Wat verstaat u onder eerherstel? Dat er wordt toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Dat er dat hij een degelijke, ja, excuses krijgt, ook voor de Surinaamse samenleving en ook voor de familie. En wat mij betreft ook in de geschiedenisboeken
dat het verhaal wordt verteld. In Nederland, ik ben daar geboren en opgegroeid, leer je echt niets over de Surinaamse koloniale geschiedenis. Ook niet over de slavernij. Dat is iets wat je allemaal maar zelf moet zien te leren. Het is belangrijk dat de geschiedschrijving ook in Nederland, wat die honderden jaren hier aan de macht zijn geweest, dat jonge mensen in Nederland ook weten wat hier gebeurd is. En dus ik vind ook dat een deel van het eerherstel is dat de Louis Drool in de geschiedenisboeken daar een plek krijgt. Tot slot, er komt zeker een grote familiebijeenkomst om hierover te praten. Ja, nou, absoluut. Gaan jullie een brief richten naar het ministerie om inzage te krijgen in het dossier? Ja, nou ja, ik hoop dat ik zelf straks ook al de minister kan vragen wat de volgende stappen zijn. Ik woon zelf niet in Suriname. Ik woon in Brazilië en ik ga binnenkort weer terug. Dus ik ben hier nog. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als we in de tijd dat ik hier nog ben, al in ieder geval, al is het een tipje van de sluier, uiteraard met deskundigen. Ik ben niet niet medisch onderlegd, dus ik weet ook niet hoe je bepaalde dingen in dat dossier moet interpreteren. Maar ik hoop wel dat we dus de kans krijgen om met deskundigen onder begeleiding van het ministerie inzage te krijgen. De straat.